Hallo, leuk dat je naar onze video kijkt. Ik ben Simone van Olst van Beeldhouwatelier Simone van Olst in Leiden. En ik ga je wat uitleggen over het gebruik van raspen. We hebben er een heleboel verschillende. Voor in deze video laat ik even de twee belangrijkste fijne raspen voor thuisgebruik zien. Dat zijn de riffelraspen en wat ons betreft de Coralis. Hele fijne raspen. Ik neem jullie even mee. Ik heb hier een stuk speksteen liggen. Een mooie turquoise kleur. En je ziet hier liggen verschillende grote coralis, 21,5 centimeter kleintjes van 16,5, riffels van 15, van 20 en van 25. We hebben heel veel verschillende soorten. Ik heb er gewoon een paar gepakt, even om te laten zien. Wat heel belangrijk is als je gaat raspen thuis, is dat je natuurlijk niet een enorme stofbende creëert. Dus wat heel belangrijk is, is dat je rustig raspt en dat je kracht zet van je af. Dus je gaat vooruit kracht zetten en niet heen en weer, want dan zou het natuurlijk een zaag heten. Ja, dus je gaat vooruit kracht zetten. Als je dat gewoon rustig doet, je ziet ook dat ik mijn hand iets oplicht. Dus ik laat de steen niet helemaal plat liggen, maar ik til hem iets op. Dan kun je goed zien wat je doet. En dan zie je ook dat het stof gewoon mooi recht naar beneden valt. Ja? Zo ga je dus raspen. Je gaat vooruit. Ja? Nou, dit is dan een half rond met een punt. Ja? Je hebt dus een bolle kant, een puntje waar je dus eventueel ook een oogje mee kunt maken. Je kunt een insnede maken met de zijkant. Ook weer vooruit kracht zetten. Gaat heel snel. Ja? Gaat heel snel erin zitten. Die is heel fijn. Je hebt een platte en een bolle kant. Bolle kanten gebruik je altijd door je vinger op de platte kant te leggen. Je pols omhoog en dan draai je hem van je af weg. Die beweging. Ja, en waarom doen we dat? En als je namelijk even de bewegingen van mijn handen volgt. Hè, als je dus een rechtdoorbeweging zou maken met een ronde kant, krijg je een hele smalle U in je beeld. Dat wil je niet. En dat maakt het heel oncomfortabel, niet ruimtelijk. Je wil eigenlijk een hele ruime beweging in je beeld. Ja, dus zo wijd mogelijk met je armen. Dat is de beweging die we ook gaan maken met de rasp. Dus als je hem pakt, ga je weer naar beneden. Je zet je vinger op de platte kant en je draait hem van je weg. En dan krijg je een mooie open beweging in je beeld. Kijk, daar komt hij. Ja? Daar is hij. Ja, dus waar net nog een lijn zat, heb ik nu een open beweging gemaakt. Nu zal ik ook laten zien wat er gebeurt als je hem rechtdoor gebruikt. Dan zie je dat hij niet breder wordt dan het breedste deel van je rasp. Hoewel je eigenlijk een lange beweging wil hebben. Ja? Van de coralis hebben we ook een platte. Ja, dat is eigenlijk de identieke kant van de andere zijde. Is natuurlijk wel wat lekkerder als je van grote oppervlakte wil maken. Die hebben we ook in kleine maten. En dit zijn riffelraspen. Riffelraspen hebben altijd tweezijdige kanten. Er zijn er heel veel verschillende. Kijk gewoon even op de site. In dit geval heeft hij een mesje en een klein gebogen puntje. Ja, ik ga die even voordoen. Dit is de fijnste van allemaal. Dus ook de fijnste tand. En je kunt je dus voorstellen, grotere projecten vergen dus om een grotere maat. Ja, even voor de kleine maat. Ook die beweeg je weer vooruit. En je ziet, er komt ook veel minder stof af. Dat is natuurlijk logisch. Fijnere tand. Je zal zien, als ik de grovere pak, die heeft alweer een grovere tand ook, gaat het alweer een heel stuk sneller. En dat geldt ook met de nog wat grotere. Ja? Dus altijd, als je gaat raspen, in huis vooral, hè, of in je tuin, zorg dat je rustig raspt, dat je vooruit kracht zet, dat je het stof rustig op je handdoekje of theedoek of wat dan ook wat je eronder hebt gelegd, dat je daar rustig op laat vallen. Ga niet blazen, zorg dat je bij de bouwmarkt even een verfkwastje haalt, waarin je rustig je stof van je beeld af kan vegen. Ja, heel belangrijk, gewoon de doek dichtvouwen, rustig in de afvalcontainer laten wallen, even schudden en dan kan je hem gewoon weer gebruiken. Veel plezier met maken, doei!